hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ja, ik ga het toch maar weer proberen, ondanks dat ik nog niet veel kan doen. Maar ik mis het vloggen zo. En ik sta gewoon in een dokkie outfit. En ik loop gewoon. Nou ja, gewoon mankneles. Maar ook al zei, ik mis het vloggen en ik ga het gewoon proberen. Leuk toch? Dus. Het is best vroeg. Het is donderdag. 8 uur. Dus ik kom zo bloed prikken. Kijken wat de schade is. Dus. Ik heb niet veel te doen. Ik ga het heel even naar buiten dadelijk. En ik wil nog even naar het kruidvat. En ik wil mijn nagels doen. En ik ben overbelicht. En ik heb ontploft haar. En god, dat lopen weer te zeiken op de donderdag. Maar goed. En vanmiddag ga ik nog eventjes aan het werk. Dus, dit is het. Vanmiddag al afspraak hier thuis, gelukkig wel. Dus hoef je niet voor weg. Dus ja. Ja. Maar ik ga het eerst mee zijn en nemen. Zo, bloed is geprikt. Ben er benieuwd, hè, wat het wordt. Dus, het is een beetje druilerig weer vandaag. Nou ja, druilerig. Het wordt gewoon echt koud, 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 koud. Ik heb ook kaarsen aan de tafel. Nee, moet wat. En verder ziet het er zo uit. Ik heb het niet zien. Dus. Ik ga even aan het werk. Ik voel me gelijk een beetje. Nou, bloedprikken heb ik niet zo snel. Wel. Dus dat ga ik doen. Die moet daar even cadeautje kopen. Want onze gezinshulp die gaat met zwangerschapsverlof. Super kut. Hartstikke leuk voor haar, maar voor ons niet. Want ik ga haar echt missen. Maar we hebben een leuke vervangster daarvoor terug. Dus dat is wel fijn. Dus. Maar goed. Aan het werk. Als de kijkers weten dat ik een allesreinigers doekjes tik heb. Maar deze doekjes voor je schermen, zeg maar, zijn ook helemaal top. Maak mijn bril ermee schoon, mijn schermen, mijn telefoon. Aanraden bij de Action, €1,49. Nou, ik krijg een leuk vervallen, toch? Tip voor moeders. Aan het scheppen en ik zie een oliebollenkraam, dus ik ga het even een oliebol naar appelflap halen. Ik zo'n fucking trek in heb gewoon. Ja, dat gaan we doen. Dus het is best redelijk weer, het is 15 graden, nou, te doen. Dus ik ga mijn oliebol halen. En ik heb weer nieuwe oorbelletjes. Ik ben blij mee. En deze. En ik ben weer even lekker op de bank gestrand. Tekentje. Kaarsjes aan. Kachel aan. Zen Morizon. Ja. Oh, erbepijn zit er in mijn make. Ik merk dan, zeg maar, als ik te veel heb gedaan, zeg maar, dat het wel gaat wringen en pijn gaat doen en gaat zeuren en... Dus, maar ja, goed. Dat is echt zo'n moment waarin ik verander in exorcist. Ja,
Dus ik heb nog steeds opgezwollen kop van de medicijnen. I don't give a fuck. Dus het been is wel geslonken. Het zijn gewoon weer spijkers. Er zit nog wel wat vocht in. En ontstoken hechting gaat ook goed. Want daar wou ik eigenlijk dus een apart filmpje voor opnemen. Met de tekst van ik laat mijn broek zakken. Ja. Maar misschien laat ik het vanavond nog even zien. Ik moet vanavond douchen. Sexy Lex in beeld. Not. Dus ik weet nog god niet laat het is. Tien of half drie. Dus ik kan nog even iets slapen. Mits ik weer wakker word gebeld door een of andere arts. Of hysterisch of normaal met bloeduitslagen. En om half vier komt iemand voor een shell. En om vijf komt gezinshulp dan afscheid nemen. Morgen heb ik me voorgenomen gewoon geen mensen om me heen te willen. Stom is dat, hè? Ik ben echt zo'n loner. Het liefst alleen gewoon. Ja, of met mijn kinderen of met mijn vent. Maar geen drukte en geen poeha en circus om me heen. En, nee, ik heb van die dagen, ik denk van, nee, niet nu. Dus, oh ja, ik heb een nieuw oorbelletje zien. Het zien? Nee. Oh ja, die. Dingelingelingelingeling. Echt van die oma oorlellen. Het ziet er helemaal niet uit. Oh. Boeit niet. Dus, ik ver nog te liegen. Nee. Ja, bij moe, maar dat komt ook vroeger nest dat niet. Godverdorie. Ik ga echt niet meer gewend, hè. Zo. Ik merk wel dat ik weer steeds meer mijn vaste routines terug ga krijgen. Iets toch zuigen, schoonmaken, 's morgens en zo. Dat is wel fijn. Maar je blijft altijd beperkt. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik voel me gewoon echt gehandicapt gewoon. Plus car. Dat blauwe ding daar. Ik vergat hem gewoon, hè, van de week in de Albert Heijn. Ik zat bij de kaas en zo en ik zat een mandje in te laaien en ik loop weg en ik, oh, ik verlies mijn evenwicht en ik was mijn car. Ik, oh, wacht even, vergeten. Dus ik moest weer teruglopen. Gaat lekker, dus. Oh, en ik wil mijn nagels lakken en die zijn lang, jongen. Kun je het zien? Die kant ook. Die kant is nog langer. Absurd, ik heb zoveel tekorten en zo'n zwak lichaam. En mijn nagels die groeien als tieren die en ze zijn knoerthard. Gisteren stootte ik er eentje. Wauw! Dat was even haast het geld worden, mijn kot openging. Dus maar goed. Zit weer een heel lulverhaal te houden hier zo. Misschien boetje je geen reet. Ik ken ook. En word ik blij om te vloggen. Maar het vlogschema zou ook wel een beetje zo gaan. Want het is nu niet meer van zondag tot woensdag, zeg maar. En van woensdag tot zondag. Dus we moeten wel even kijken, want het is nu donderdag. Ik weet het nog niet. Donderdag tot zondag. Donderdag tot zaterdagavond, zondag online. Dat gaan we doen. Ja. Staat er op menu vandaag gewoon gebakken krieltjes, gekruiden, met een kipsnitzel. Want ik zou bloemkoolpuree maken met spinazie. Maar omdat het zo'n chaotische shit is, zei ik van, nee, we bakken een kippetje, we bakken een apetje, een beetje sla erbij. Ik vind het helemaal prima. Ik heb er geen zin meer in. Dus, had ik echt onwijs trek gewoon een bloemkoolpuree met spinazie. Maar misschien morgen. Maar goed, ik ga nog even proberen iets te slapen. Dan trekt dit feestje misschien ook een beetje bij. Doei! Zo, en ik ga de vlog voor vandaag lekker afsluiten. Het is bij 7:30. Ik ga
gaat even douchen. Het was hier even gek huis en chaos. Want de huisarts belde en nou, ze zegt kom eraan. Nou, als ze dat zeggen is niet goed. Maar mijn ontstekingswaardes waren zo hoog en in combinatie met een hoog of te laag HB was dat niet goed. Dus ik had gelijk contact gehad met de internist. En die had gezegd dat ze mij even na moest kijken. En morgen wordt er dan weer een screening gedaan, zeg maar. En dan, als het dan niet gezakt is, ja, dan moet ik eventjes naar het ziekenhuis toe. Want dan moet mijn been nagekeken worden. Want die ontsteking moet ergens vandaan komen. Dus dan moet ik waarschijnlijk een MRI-scan laten maken. Dus we zijn weer lekker bezig. Dus ik heb het even gehad. Mag weer niet vloeken, maar ik zeg het toch. En de tering. Dus, maar ik ga een warme douche nemen, want ik heb het koud. Ik heb het echt koud. Een kutlicht, joh. Dus, en daarna ga ik lekker naar mijn bedje tv kijken. En dan hoop ik even bij iets te slapen. Ik sliep vanmiddag lekker op de bank, maar ik werd eraf gebeld. Want het bezoek was voor Rachel. Dus daar ben ik niet vrolijk van. Maar goed. Dank voor het kijken. En ik zie jullie morgen. Doei. En goedemiddag. Het is vrijdag. Middag al. Hoofdbelicht. Het is 12:30. Ik heb weer een ochtenddag erop van bij jou daar. En waarom zijn we laat begonnen met vloggen? Nou, het ging gisteravond niet helemaal zoals het gaan moest. Gisteravond had ik ineens een hysterische arts op de bank. Want, ja, mijn bloedwaardes waren niet goed. En mijn ontstekingswaardes waren zo hoog. Dat ze gelijk de internist heeft gebeld om te vragen hoe of wat. En die zei van, nou gaan we bij mevrouw langs en doen maar een check-up. Vandaag wordt dan weer opnieuw mijn bloed gescreend. Want ze moeten toch weten waar die ontsteking vandaan komt. Want als het van die pen vandaan komt, moet die pen er dadelijk uit. En mijn AB was weer niet goed en zo. En gisteren voelde ik me redelijk goed, maar vandaag heb ik echt weer zo'n griep. Pleurisgevoel. Ugh. Maar goed, Nioot zit nu ook bij de huisarts. Nou, die komt zo naar huis. Want die heeft zo waarschijnlijk een zwaar gekneusde vinger. Dus die moet foto's laten maken. Dus dat moet ik dadelijk ook nog even doen. Kan gewoon. Alles voor de kinderen. Dus, Rasje komt zo thuis, is vroeg vrij. Oh, zeikvloggie. Maar goed. Verder heb ik eigenlijk niks. Vergis hem te werken ook. Dat doe ik niet ook. Dus, dat is even de status. En ik wil echt zo graag even een nagelswartje. Daar komt het kind. Maar misschien doe ik dat later wel. Ik ga eerst even haar verhaal horen. Plannencampagne nummer 2. Het is nu 12:55. Chickies zijn thuis. Arts belde. Nio moet dadelijk foto's maken van haar vinger. Ik moet met spoed naar de spoedhuis en hulp. Want de screening van mijn bloed, zeg maar. Ontstekingswaarde stond op 114 en nu horen we normaliter op 10 staan. Dus het is gewoon levensfucking bedreigend. Dus ik moet nu naar het ziekenhuis en dan gaan ze allemaal onderzoeken doen. Ik wou eerst zelf naar het ziekenhuis gaan. Ik had een hele plan de campagne. Maar ik heb gewoon gebeld, uitgelegd. Hij zegt, zal ik naar huis komen dan? Ja, zegt Rachel. Ik zei, nou oké, kom maar naar huis. Dus die is nu onderweg, dus daar wacht ik eventjes op. En dan gaan we richting het ziekenhuis. Ik neem de vlogcamera niet mee. Ik houd jullie op de hoogte via Insta-stories. En wat ik dan aan Insta-stories heb gemaakt, verwerk ik in de vlog. Het is even niet anders. Dus, doei. Goedemiddag. Ja, soort van ja, in de middag.
Dat ik ben nu helemaal alleen thuis. En wat jullie al hebben gehoord is dat mijn moeder naar het ziekenhuis is. Ja, mijn zus is foto's aan het maken van haar vinger of zo. En mijn moeder is naar de spoedeisende hulp gegaan, want ze had een hele erg ontsteken, wat jullie al hebben gehoord. Het wordt eigenlijk op 10 te staan, maar het is bij haar 114. I don't know, want ik hoorde niet goed wat ze zei. Ze heeft me net gebeld en ik hou jullie even op de hoogte wat het allemaal is. Ze zijn nu aan het onderzoeken wat de ontsteking kan zijn of haar been. Nou, als het niet haar been is, dan weet ze het echt niet. Ja, dat kan ook misschien aan de griep liggen. Maar het was ook best wel veel, want hoe heet dat, ze had ook... Pardon. Nog een keer. Ze had ook een filmpje met allemaal... Pardon. Met allemaal bladeren van haar. En dat was best wel veel. Maar ik hou jullie even op de hoogte, want zoals de camera vergeten, dan film ik maar even. Dus ik hou jullie op de hoogte met of dat ze nou een ontsteking aan haar been heeft. Want als ze een ontsteking aan haar been heeft, hoorde ik dat ze misschien weer moet, dat ding eruit moet en weer geopereerd moet worden. Maar dat wil ik liever niet. Maar of het is iets anders, dat kan ook. En dat weet ik nu, dus dan, ja. Helemaal nieuw. Helemaal blij. Top. Zo, ik ben inmiddels thuis. Zit een beetje op een rare plek. Zat ik een beetje raar. Ik zit achter koeien. Even in het kort. Ze hebben longfoto's gemaakt. Bloed geprikt. De ontstekingswaarde waren gedaald. Naar 78. Is nog hoog. Maar niet meer levensbedreigend. En het kwam niet van het been af, want daar maakten we ons eigenlijk wel zorgen over. Van ja, als dat er eentje heel spastig te doen hier. Als het van het been af komt, moet de pen er dadelijk uit. Want dan is die pen ontstoken. Ja, nou, dan zijn we verder van huis. Dus zo echter. Wat een dwerggaard, zeg. Oh, sorry. Ik zie het je checken. Ze hebben een chocoladekoekje op, zodat het wezen. Maar goed, even back to serieus. Dus alles is gedaald. Longfoto's waren goed. Dus ik mocht lekker naar huis. Ik heb lekker mijn gezinnetje gegeten. Ik liet je net een nieuw tosti-apparaat zien. Ah, lekker. Mijn schoenen zitten nog niet binnen. Hè? Mijn schoenen zijn nog niet binnen. Dus dat is even voor zover nou. Ik plak dus ook, nou dat zie je wel in de vlog of einde van de vlog, mijn Insta-stories, zeg maar, vanuit het ziekenhuis. Omdat mijn vlogcamera niet bij me had. Dus. Dat is even de update. Het is nu 7:45. Ik zit nog aan mijn kopje thee. Ik had al lang op mijn nest moeten liggen. Maar ik moet het even laten bezinken, weet je wel. Want ik heb zo'n grote bek, maar ik kneep hem echt vanmiddag. Ik denk, what the fuck, moet ik weer helemaal naar koos? Moet ik weer afscheid nemen, blablabla. Dus ik ga nog even lekker chillen. Ik ga wel bij deze vlog afsluiten. Zij ook. Doei. Later. Later. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 9:30 en we zijn alweer op pad. Ja, ik heb weer een natte nacht gehad. Ik heb weer ontiegelijk liggen zweten. Twee pyjama's moeten verschonen, want die kon ik gewoon uitwringen. Hoe ranzig is dat? Oh, sta ik gelijk mijn bed verschonen, want dat vind ik zoiets vies gewoon. Dus we gaan nu even een boodschapje doen en daarna dan ga ik thuis eventjes aan het werk. En Niootje heb om 1:00 een wedstrijd. Ik weet alleen niet of ik daarheen ga. Want ik voel me weer een beetje rillerig en grieperig en zemmodus aan misschien. Misschien verstandiger. Dus. Maar, boodschappen doen. Dus.
zo. En ik heb mijn nageltjes gedaan, eindelijk. Kom van de week een NOTD'tje van online. Want ik had nog weer karakteristiek mijn zwartje. Ik kon natuurlijk niet echt mijn vest aanhouden. Dus, ik krijg net appjes binnen. Dat mijn dochter 2-5 achter staat met voetbal. Nou ja, goed. Ik kan niet altijd winnen, toch? Dus ik vind het wel een mooi kleurtje eigenlijk. Een beetje heel donker, diepe rood of zo. Maar ja, pas lekker bij het weer. En wat een kutlicht hebben we hier. Ik koop nooit gewoon lampen IKEA. Toch? Ik heb een donuttafel zitten, jongen. Ik ben huiswerk aan het maken, man. Huiswerk aan het maken op zaterdag. Ja, maar we moeten het altijd doen voor dinsdag. En maandag en woensdag. En dan ben ik voor dinsdag aan het maken. Het is weekend. Ja. Maar anders ga ik het weer vergeten en dan krijg ik een O. Een O? Een onvoldoende. Een onvoldoende. Ik heb oftewel. Al 4. Ik heb gewoon een kut 4. Voor wat? Ja, die juf die wilde gelijk dat we het inleveren. Ja, kunnen wij dat weten? Dus ik kreeg de eerste keer een 4. Ja, maakt mij het uit. Ja, oké, okay, maar het is niet omdat je slecht geleerd hebt of zo. Gas kan goed leren. En Ras maakt altijd netjes de huiswerk op tijd. En Ras haalt goede cijfers. En moet ik zo nog even doorgaan met die ver in de reet? Nee. Dus. Waar ligt dit? Ja, verder is het echt lekker mijn kutdag vandaag vanaf mij. Ik wilde nog naar het kruidvat, maar ik heb gezien. Lekker thuis, morgen. Morgen zijn Ronnie de hele dag hoort op. We gaan lekker naar Ado Den Haag. Dus dan heb ik even quality time met mijn little shit. Oh, mooi met je little shit. Mijn little shit. En morgenmiddag komt Momo. Met BFF als mee zit. Knuffeltijd. Ik ga het gewoon allemaal opzoeken dan. Dus. Zo te doen. Ja. En verder weet ik er eigenlijk nog niet. Volgens mij best wel veel gevlogd. Toch nog wel. Ja. En ik ga ook steeds meer proberen mijn rollator te laten staan. Want ja, dat ding is eigenlijk gewoon een blok aan mijn benen eigenlijk. Nog wat? Dus ja. Maar ja, soms heb ik hem nodig en soms niet. Dus, maar oefening baart kunst. Ja, ik ben heel veel blij dat ik weer thuis ben. Oh, gezeik gisteren weer zeg. Jezus. Maar zo blijkt wel weer dat er gewoon toch nog iets niet goed zit in mijn lichaam. Want die zweetpartijen s'nachts, man. Dan hebben we het niet over gewoon een beetje zweten, zweten. Nee, gewoon zeik en zeiknat zijn. Echt waar, ik kom, mijn pyjama komt gewoon uitvullen. Zo, oef. Tot 2 keer toe. Dus, ik verlies weer heel veel vocht. Maar dat is ook weer niet goed. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ik hou ook wel weer veel vocht vast. Maar ik verlies nu op een slechte manier vocht. Maar goed, heel lul verhaal. Ga ik verder niet dieper op in. Heb ik ook helemaal geen zin in. Nee. Ik haal de keuken in. Niootje slaapt bij de vriendje. Gewoon eet tosties. En madame wil de wraps eten. Yo. Dus ik heb wortel wraps gehaald. Die haal je trouwens bij de Albert Heijn. Want ik krijg heel veel vragen aan waar haal je die wortel wraps. Bij de Albert Heijn, bij de Jumbo heb je ze ook. En je bieten wraps, weet ik het niet allemaal. Bieten wrap heb ik trouwens nog nooit geprobeerd. Maar die wortel wraps zijn lekker. Dus dat gaan we eten. En verder weet ik het niet. Verder ga ik vanavond lekker een warme douche nemen. Mijn haar wassen. Zit je van aan te kijken, joh? Wat? Wat? Echt hoor. Zal ik jou eens even laten sturen? Wat? 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 Je hebt zelf niks meer te vertellen. Zeg je? Nou, heb je zelf niks meer te vertellen. Hoi. Oh ja, ik heb oorbellen van mijn moeder gehad. Leuk joh, zal ik ze even laten zien? Oh, kijk mijn beeldboek. Oh ja, ze hebben een handletteringboek. Ze heeft die zwarte en nu heeft ze ook de witte. Yay! Daar heb ik ze allemaal bijna één. Maar deze is wat moeilijker, want je moet ze wel echt
Maar is het goed voor je. Dan hebben ze dat pennen en de stiftje die ze hier liggen. Helemaal tafellicht bezaaid. Nou, dit is allemaal van jou. Dit is allemaal van mij. Dit is alleen van mij. Mijn nagellakt goed. Nee. Wat nog meer dan? Nee, dit is allemaal van mij. Wat ze zit gewoon uit de nette lala. Shut the fuck up. Wat zeg, dat zeg ik er niet tegen je moeder. Ga je bek voelen. Bied je excuus aan? Sorry mama. Ik zal voortaan nooit meer zo'n lelijk praten tegen u. Zal maar reden rusten. Zolang ze maar respect hebben, normen en waarden. Mam. En ze uit je mel even, zit daar moeder om. Ja, dat bedoel ik. Zeg sorry tegen je dochter. Sorry tegen jou zeggen. Helemaal een plank haalt hij in je nek zeker. Gekke huis. Zolang ze maar normen en waarden hebben en respect hebben voor ouderen en anderen. Vind ik prima. Ik krijg geen commentaar graag. Hè? Ik heb nieuwe schoenen besteld, mensen. Oh ja, Beb heeft nieuwe schoenen besteld, zegt ze dan. Nee, Beb heeft nieuwe schoenen gekregen. Ik ga te lachen dan, joh. Kijk. Ik heb de nieuwe eindans. Zet de nieuwe eindans, met hem. Ja, maar ze zijn nog steeds hier binnen. Nee. Ze waren niet in haar maat, je had die bek moeten zien. Bam, zo'n muil. Ik heel dat tyfus internet afgezocht, uiteindelijk wel haar maat gevonden en besteld. En ze staan nog niet binnen. Karma. Fuck off, moet je karma. Ja, dat is gewoon karma. Ja, ze komen sowieso vandaag binnen. Moet nee, want ik heb nog geen mail gehad. Jammer joh. Dinsdag, bij de eerste. Dus, hé, maar ik ga het even mijn nagels verder af. Oh, is het een beetje nattig? Even afsprayen. En dan ga je even chillen, ja? Doei. Zo lief, dit kreeg ik gisteren van mijn mannetje. Ja, het is nep. Maar ik hou er wel van in de keuken, nep dingen. Cute. Het is 5 uur, maar ik ga er vroeg afsluiten. Want ik ga douchen in de bed. Want ik voel me niet zo lekker. Nee, dus ik kan beter lekker in mijn bedje liggen dan dat ik hier ga hangen. Ik heb nog even vooruit gewerkt. Maar ik ben er klaar mee. Dus zij zit lekker even thee te drinken. Dus bij deze ga ik het vlogje afsluiten. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. Kopje klikken als je wil abonneren. Vinden we leuk. En ik zie jullie morgen weer. Ja. Doei.